tof dat je kijkt naar een gloeiende video op mijn kanaal. Jullie zien misschien. Ik krijg nu weer een Rolls Royce die we de vorige video hebben gekocht. En ik krijg die nog in de garage. Ik was gewoon even, wou even de intro zo beginnen. Dat ik even al reden begon. En jullie zien uiteraard. Hier is de garage. Voor te pimpen dan. Want vorige keer was ik naar de achter gereden. Ik wist wel tot hier zat. Ik was alleen toen even vergeten voor de aflevering. Maar ik wist gewoon tot hier wel zat. Maar we gaan weer een nieuwe auto kopen van de Tito Thumbnail. Ik heb niet bedacht of ik weet niet welke dat ik wil kopen. Dus we gaan gewoon even samen met jullie gaan we de eerste keer bekijken. En dan kun je ook zo perfect parkeren. Dus maar even dat. Gaan we samen met jullie bekijken. Verder kunnen zeggen. Maar ik ga gewoon even kijken welke tot ik zou kopen. Ik bedoel niet welke. Gewoon die me leuk lijkt de eerste de beste. Of enfin, niet de beste per se. Maar gewoon die gaan we dus eigenlijk even kopen. BMW'tje, maar we gaan wel iets doen. Ja, die ga ik ook zo. Nee, die niet. Die niet. Ik ben niet van oude stijl, dus die gaan er sowieso niet in komen. Nogmaals. Maar ja, die gaan er niet zijn. Voor mensen die wel wouden dat ik die ging kopen. Nee, sorry. Is dat niet mijn, hè? Of die whitebody. Whitebody, mijn kribbel. Whitebody heeft dit, maar dat is dus universeel dan, ja. Iets anders dan. Wat allemaal, ik heb rims. Nee, die heb ik al, dus toch aan de toekomst doen misschien. En ik wist ook dat er een Audi is, denk maar, in, hè. Ook een Mercedes, ja, die wou ook al lang. Die wou ook al lang. Die, ja, die is denk ik wel allemaal cool, dus. Even checken. Oh, een Porsche kunnen we uiteraard. Ja, dat is heel veel keuze. Maar alles op tijd, jongens. Alles is stap voor stap. 1 voor 1. Die kan ook. En hoe hard gaat die? Oké. Nee, we gaan zo'n Mercedes kopen. Die of die. Laat maar. Verder denk maar in je hoofd. Welke tot ik zou pakken, want ik weet het al. En welke tot ik nu. Dat we vandaag gaan kopen. En. En dan moet je gewoon even jij denken van de reactie laten weten. Wel eerlijk zijn alsjeblieft. En van ja, die had ik ook. Ik geef even de tijd. Weet je in die rode. Ik zal het even laten zien. Deze one. Dat ziet er ook cool en bruut uit. Of this one. Die twee, daar gaat één daarvan gaat worden. Weet jullie het? Inderdaad. nu kun je dat wel weten. Omdat ik deze als laatste pakte. Ja. Dit is gewoon de. Het lijkt precies een Brabus, hè? Zo'n zwaar ding, maar dan moet er een beest aan. Ja, dat mogen we uiteraard niet doen. Dus dat is een Ziplingo. Lingloof. AMR. En dan denk ik AMG. Dan moet GTR. Dat kan ook wel kloppen. Weet ik niet. Dan denk ik wel. Rood. En dan rems. Zwart gaat het wel zijn. Let go. Ik heb gewoon een ziek sportwoordje. En laat even start op. Nog hier, ik ben een beetje een Lamborghini voor mij. Ja. Dus, even dat. We hebben gekocht, jongens. Gewoon even. Nog eens 150.000. Even voor een autootje. En de vorige keer was die 400 of 500.000 Rolls Royce. En ik heb nou even nagekeken. En ik heb ongeveer precies. Ja, nu heb ik al wat geld minder. Maar toen al, ik had. Toen ik begon. Heb ik even een video teruggekeken. Maar toen ik begon, had ik. 3,3 miljoen en toen ik klaar was met pimpen had ik 2,3 miljoen en nu heb ik 2,1 miljoen 5 dus oh die turbo erop maar dat wil ik niet meer dus dat gaat er toch vanaf maar ja dus ik heb gewoon 1 miljoen uitgegeven aan een auto die me 400.000 heeft gekocht ja oké, de upgrades de pimp dingen ja en daar heb ik ook massa's op gezet gewoon echt en heeft deze nee oké, ik dacht zo'n bodykit of zo maar ja dat mag het wel zijn. Zo. Ik go. Ja, zo goed. Rems type. Die, hoe ziet die eruit? Het moet wel bruto uit zijn, hè? Nee, die misschien. Nee, wat moet tegen? Nee, zo met een dikke rand. Nee, dat is ook niks van mij. Misschien kan het goed op zijn, die moet er gewoon mooi uitzien, vind ik. Dus, this one. Oeh, kan ook nog wel. Kan, ja, zo een beetje van oldtimer-achtig. Ja, we gaan die doen. There you go. Zo.
Dit is Tom 15, heb ik nog. Tom 15. Oké. Okay. Spoiler, ik kan maybe. Nee. Die misschien dan. Nee, dan toch. Die of zij. Oh, die misschien een streekplankje. Ah, kan hem weer door. Oké, die maar. Zo. Ja, het moet niet altijd duren, moet niet altijd de beste zijn. Dan weten de mensen, dan weten dan dat ik de beste heb, maar dat moet ook niet altijd, hè. Je moet dus weten wat ik er intussen heb. Dat zijn de remblokjes, die gaan we heel doen, zo. Chrome. Oh, doe een bloed hebben die. Here go. Primary ga ik de rood laten. Dan misschien toch iets minder. Misschien zoiets. Ja, dat kan ook cool zijn. Alles vet. En hier de, ja. Vet, ja, dan moet je minder eten, zeggen ze altijd. Hè? Of zeg je altijd. Hier, ik bedoel de blauwe en de grill. Oh, ja, man, dit is de. Ja, oké. Okay. Misschien is het een rare combinatie, maar daardoor is het juist vet, vind ik. Als jullie het ook vinden, laat dan weten in de comments. En dan, ja. En nu zit nog. Lower het. Hoe ziet het eruit? Ja, man, dat moet op elk auto, vind ik ook wel eens een SUV. Gewoon lower het erop, jongen. Boah. Waarschijnlijk alle upgrades kost mij ook, ja, gewoon evenveel als de auto's wat. Dus, super. Charger. Nee, ik heb geen turbocharger, maar dan heb je zo een. Dan heb je dan altijd, weet je wel. Albedrijf staat er niet op, dan gaat hij veel trager optrekken waar. Dus Albedrijf moet er uiteraard op. Ik ben al zo'n kan, dus die staat er op. Die staat er op. Die heb ik ook opgezet. Race breaks. Ik weet niet wat het heeft gekost, maar het kost veel in ieder geval. Breaks, even kijken. Ja, alles kost gewoon veel een ding. Tires, insane, grip tires, dat stock tires of slippery. Dan slip je veel, dat doe je niks voor mij. Je moet echt gewoon de strak op de weg. Dus. Kun je, laat me ook weten in de comments als jullie weten. Kun je eigenlijk op een auto die normaal eigenlijk, echt dan, hè, die normaal bijvoorbeeld voorwielaandrijving heeft of achterwiel. En kun je er ook oude drive of alle wielen, ja, alles aangedreven auto's of. Ik weet het niet. Ja, in deze game kun je gewoon zo in de garage upching veranderen. Maar ik weet niet eerst een dag dat zie je wel. Maar 15.000 tot erin geracht op. En dan is dat er wel op. Die boost. Moet dat ook nog. Daar go. Oké, ik had juist. Op het begin 2,3 miljoen. Ja, 2,3 miljoen. En die hebben we nu op ook 2 miljoen, dus eigenlijk, ja, als er een bodykit was, dan gaat dat het meeste kosten, maar kijk, ook gewoon dikke Mercedes, dan moet je er een dikke nummer op, als je dit en dat hebt, oh, oh, oh. En die wielen, kijk, steek ook een beetje uit, denk ik, is het automaat misschien al een bodykit, want het lijkt een beetje totdat het al breder is, en hier, dit is ook cool. En dan die wielen onder. Ik moet een schuin kunnen zetten, dat was ook cool geweest. Maar jawel, dat, je kunt niet alles hebben in leven, dus politie, ja, dat moet ook wel, vind ik. There you go. Zo. Ja, jongen. Ik ben de volgende niet erop gezet, maar. Ik heb dus de helft van mijn auto's pak maar heb ik politie sirenes opgezet en ik heb er zo een pak 14 auto's en dan een motor daar maar nog maar nou zoiets rond die ding en ja ja en dan ja en daar de helft van is dus de 7 auto's, maar 10.000, dus 70.000 euro verdienen om alleen een politie rommel erop te zetten. Of ja, rommel. En ik bedenk me net, dat is ook een auto die Tom heet en niet Tom 1, snap je?
Dus ja, Tom Hiddink is er ook. Dus eigenlijk klopt er niet. Ik moet de Rolls Royce en deze eigenlijk één ding terug. Maar ik ga er binnenkort, ik heb toch redelijk genoeg geld. Dus ga ik, en dat kost maar 1k, dat is niks voor mij. En dan ga ik die nummerplaat daar allemaal goed zetten. En gewoon, dus ik moet even rejoinen. Tot nu, omdat ik dan nieuwe auto's heb, dan komen ze altijd onderaan bij te staan. Die heb ik, ik zit gewoon nog altijd in een game, tot de Rolls Royce heb gekocht. Dus gewoon deze game nog altijd. Ja, bedoel, ik ben niet rejoin ofzo, dat is niet de volgende dag, ik wil. Dus... Ja, die heb ik juist ook dus gekocht voor mij 10 minuten geleden. En ja, dan staat hij onderaan. Maar als ik rejoin, dan staat hij op de juiste volgorde. Dus daar moet ik ook even naar kijken of dat hij dan staat. Maar ja, als ik weer een nieuwe oude koop, komt die misschien ergens tussen staan, moet ik al alles veranderen. Maar nee, dan ga ik die gewoon de volgende nummer geven. Dus wel, ja. En dat wil jij doen. Dus ja, niet per se volgorde, ik kan ze gewoon allemaal houden. Maar ja, ik ga ze toch allemaal veranderen, omdat er veel auto's verwijderd zijn. Veel bijgekomen. En dus daardoor... ja, er zijn er ook een paar nummerplaten ontbreken er, dus ik moet er nog even allemaal nakijken. Jongens, echt. Row, dit is... Even refje. Even, maar luid maar als je door, maar normaal even niet. Ik zie ook een sensor hier, dus... Dit is ook al net een sensor heeft. Goed details nagemaakt, goed details. Dus. Jongens, weet je wat ik nu zie? Het is leuk en aardig dat er een spoiler op kan. Maar de spoiler, of de standaard spoiler van de auto, zou ik er dan wel afhalen als ik hun was. Ja, want hier die zit er gewoon doorheen. En dat is gewoon... Dat is gewoon... Twee spoilers op die auto, dat is wel. Oh, dat is wel een goed gemaakt, maar. De pinkers gewerkt die? Ja, man. Kijk, jongen. Dat is wel beter gemaakt, hè? De nieuwe auto's die hebben meer pinkers. De vorige keer zag je bekan, of bijna. Gewoon tot dat bijna zo goed als niet, zag je de pinkers en nu wel. Ja. Schakelen kan ik al, dus zeven versnellingen, mijn jongen. Oh, you. Nee, goh. Dus, en dat is ook de, wat ik nu ben, is dat ik ook de soort van de oude gedeelte hebben ze ook erin gezet. De oude map, zowat. Want, hier is een nieuw gedeelte. En als je ook van de garage bij de oude map naar daar zou rijden, zou je dit ook allemaal zien. Dus normaal. Hier links was dat normaal. Wat nu is er ook. Zou het vliegtuiggarage zou hier geweest zijn. En dit was er ook hier. Dus we hebben wel een deel nog gehouden. Maar die andere garage, die is wel weg, want die moest je normaal naar hier rijden. Dat is de vliegtuig, ja, weet ik niet. De parking. En dan moest je naar hier rijden, naar hier rechts ergens stond dat, volgens mij hier. Ja, hier stond dat, dat het gebouw staat. En dan hier dit had je ook allemaal, en dan kon je hier zo rijden en dan kon je zo ook terug naar Span, of wat. Ja, dat is nog redelijk oud. Ze hebben wel een paar dingen aangepast, maar dit is wel herkenbaar, zou ik maar zeggen, voor de nieuwe map. Dus dit is ja, deze map is wel herkenbaar, dit gedeelte zo wat. Dus daar herken je wel tot dat ook een deel van de oude map. Of ja, dat was eigenlijk de city eigenlijk zo wat. Maar tot die garage stond, die hebben ze wel nu weggehaald, maar. En ze hadden ook nog pas die garage en ze doen een heel nieuwe map update. Ja, dat moeten we weten. Als ze meer wel werken en dingen wel steken en weg willen doen. Ja. Maar even dat dus. En hier is ook een jacht, een boot, maar die. Is het nu een vaart of wat? Ja, dat is hier de haven, hier kun je een bootje in de haven kopen. Ja, een bootje dus kopen. Is dat hier ook? Even checken. Kijk gewoon naar beneden. Let go. Dan krijg ik hem even op de dijk. Even zo, hoppa, eventjes, ja.
Ja, hippobomen, Japan. Oké, oh, nee, terug. Oké, oh, in ieder geval, man. Ik wil ook even hier draaien. Daar gaan we nog zijn. Nee, we gaan even onze rijskills kunnen laten zien. Oeh, ja, dat is plek genoeg, man. Denk je, ja, hoor, ik rook, ik ben zelf politie, gewoon anders zouden ze hem hier al lang weer opgepakt hebben, denk ik. Maar joh, rij, want dat mag normaal niet, maar even dat, ja. Denk je, man, je kunt veel zeggen, hè. Maar dat ik niet kan rijden, kun je niet zeggen. Nee, maar, ja, oké, een beetje botsing, maar. Oké, groen gedraaid zonder het water te kukkelen. Waarschijnlijk gaat nu net gebeuren of niet. Ik weet niet wat we doen. Nee, ik doe. Kijk eens aan. En dan kan ik weer terug op, hoop ik. Ja, makkelijk. Oké, het is niet goed voor de auto. Je hebt pas een nieuwe auto. Je gaat dit doen. Het is niet handig gemaakt. Of niet handig. En dat is in ieder geval gemaakt. Even dat. Dus, Maar ja. Hier kon ik gewoon oprijden, een hellinkje. Maar mijn bumper is dan niet heel handig. Of ja, tot ik die lager heb gemaakt, dus dat is niet heel handig. Even dat, dus ja. Kijk als ik erop graag. Waarschijnlijk gaat het er gewoon dwars doorheen, dat zie, weet ik nu al. Dat heb je juist niet gezien. Maar. Okay. Ja, zie je, het zit er hier als je kijkt. Kijk, het zit er gewoon. Dat is niet in de reden. Dus, kijk, hier zit het er gewoon compleet doorheen. Ja, niet compleet, gewoon een deel. Maar ja, dat is logisch, als ze laten scheuren doe ik niet handig, maar kan er wel gewoon op. En daar zou je een 9 gekund hebben. Ook kan ik juist op die punt zo blijven hangen. Ja, ik ben weer veel te veel aan kloot dat rollen. Nee, tot mijn wiel achter zo mocht staan. Nee, zie je, want het gaat er ook gewoon doorheen. En het echt zou nu lang maar weer kapot zijn, want dat lukt dan niet. En want dat is realistisch. Maar ja, dat kunnen we niet altijd. Sommige dingen zijn gewoon, dat zie je wel, maar dat is niet eigenlijk, ja, dat kan ik behoorlijk doorheen lopen, kijk. Als ik nu dat zie, waarschijnlijk zie ik, kan gewoon hier helemaal staan. Dus, ja, dat zou je ook niet hebben, gewoon dat je door je auto heen kan lopen. Even dat, ik hoop dat je deze video leuk vond. Vergeet zeker niet te liken en abonneren op mijn kanaal, wanneer je het nog niet hebt gedaan. Abonneer op mijn kanaal en te liken op deze video als je het nog niet hebt gedaan. Zie ik jullie nog bij de volgende. Later! Ik dacht dat ik erover kon. Nee, botsing. Goed, bedankt voor het kijken nogmaals. Tot de volgende, joe!